Ik kreeg pas geleden een telefoontje van een geluidsman waar ik vroeger mee werkte. En die was bij Caroline, bij de Caroline van de Plas geweest. En die zegt tegen mij, nou, die Caroline die kijkt al die video's van jou. Die is een enorme fan, Harry. Ja, ja, het woord held gebruikte ze zelfs. Ja, want elk filmpje wat ik maak over de BBB, dat kijkt ze dus. Nou, dus Caroline, ja, ja, nee, even tegen jou nu, ja, even tussen ons, kijk me even aan, ja, want ik weet nu dat je kijkt, ja, 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 het is begonnen, de campagne, ja, de verkiezingen zijn begonnen, je ziet het overal, iedereen is bezig, en ja, nu gaan ze je nog eens extra zwart maken, ja, nou gaan ze beginnen tegen je, en ik zou alleen maar tegen je willen zeggen, niet doen, niet reageren, ga er niet op in, laat gaan, want je weet dat het gaat komen. En het andere is, van binnenuit, bij jouw club, bij de BBB, laat je niet opjagen. Ga geen dingen doen waarbij je niet comfortabel voelt. Bij lichte twijfel, je weet het, nooit inhalen. Niet doen, laat gaan, blijf heel dicht bij jezelf. Daar gaat het nu om. Ja, want dat heeft het verleden al bewezen. Succes gebracht. Ja, dus ga daar gewoon mee door. Je hoeft niet per se de grootste partij te worden. Zo moet je ook niet denken. Ik bedoel, maar zorg dat je lekker bij de top 3 goed meespeelt. En dat je lekker meedoet. En dat je sowieso in het centrum van de macht terechtkomt. Dat is het enige wat je moet doen nu. Want ja, jij snapt nu ook wel dat, ja, jij kan niet meer die leuke mevrouw op die trekker zijn nu. Nee, want je weet nu, 100.000 mensen, ja, die rekenen nu op jou. Ja, dus dat is een enorme verantwoordelijkheid die je nu hebt. Ja, dus je kan niet zomaar even leuk alleen over stikstof en noem maar op. Nee, je moet nu moet je komen met onderwerpen die ons allemaal gaan raken. Bijvoorbeeld dat klimaat, die 28 miljard. Daar zeg jij dan, daar moet jij dan van zeggen, nou, daar gaat heel veel geld, gaan we daar afhalen. Want dat gaan we dan geven aan de mensen die in gevecht zijn met armoede en die niet rond kunnen komen. Zoiets. Dat soort dingen zou ik graag van je willen horen. Ja, en bijvoorbeeld over het asielbeleid. Dat je daar ook eventjes iets over zegt. En dat je Nederland gaat beschermen. Dat soort dingen, die moet je, daar moet je nou mee komen. Jij moet gewoon het gemopper en het chagrijn in Nederland, dat moet jij eruit trekken. Dat kan jij. Ja. Want, en dat moet je met woorden, met overtuiging doen. Je moet echt met je hart spreken. Je moet de mensen gaan raken. Gevoel. Ja, geef ze hoop. Geef ze hoop op een betere toekomst. Geef ze hoop dat ze ooit weer de overheid kunnen vertrouwen. Die hoop, Caroline, die moet je ze geven. Het hoeven niet alleen maar politieke maatregelen te zijn. Nee, nee. Ook de sfeer in het land moet een beetje omslaan. En daarom, Caroline, ik moedig je aan. Zet hem op. Ja, maak het verschil.